Kijk jij even naar die brug? Ja, ik zal even... Geef het roer de overzicht. Ik ben dit roer gewend, weet je. Maar dit doen we samen met de knappe man, dus toch? Jazeker, dat doen we samen. En met een klein beetje hulp van de stuurman voer Rita Verdonk gisteren door de grachten van Utrecht. Op zoek naar stemmers. Want ondanks de slechte peilingen geeft ze de moed niet op. Als Olympisch sporter ga je ook maar voor één ding. Voor het goud. En wij gaan ook voor goud. En als Olympisch sporter ga je niet denken van, oh, stel dat het brons zou worden, dan wordt het helemaal nooit wat. Dus wij gaan voor die 10 zetels. Om dat te halen heeft ze nog 6 dagen de tijd. De vraag is of ze dat op deze manier gaat redden. Je bereikt de mensen wel zo, maar ik weet niet hoeveel stemmen je nodig hebt voor 1 zetel. Maar daar zullen misschien meer zijn dan alleen een boottochtje door de grachten van Utrecht. Het is dus nog maar afwachten waar het schip van Rita Verdonk volgende week strandt.